Ja, zijn cv staat boordevol optredens. Hij toerde door Nederland met de popronde, verzorgde een veelvuldig het voorprogramma van Mr. in Mississippi en trad al een aantal keren op in Amerika. Op de agenda staan onder andere nog het voorprogramma van Blauwtzoen en een aftershow voor Passenger, morgen in de Heineken Musical. En dat terwijl zijn debuutalbum pas net uit is, Emmy Landman. Welkom. En het album dat ziet er eigenlijk zo uit als we het kopen in de winkel, volgens mij. Ja. Min 400, althans er zijn er nog 400 echt hele bijzondere uitvoeringen. Die heb je alle 400 zelf gemaakt. Het is iets minder. Oh, sorry. Het zijn 144. Neem me niet kwalijk. Zijn het er? Ja. Maar ja, anders was het wel echt heel veel werk, denk ik. Maar het idee maar is hetzelfde. Het idee is hetzelfde. Ja. Het idee is dus dat ik heb al die hoezen zelf geschilderd, in vierkant gelegd en daarvan een foto gemaakt. Kijk, hier zien we het gebeuren. Oh, tof. Ja, leuk man. Goed gedaan. Ben ik toch wel een weekje mee zoet geweest. Ja, creativiteit. 144 bijzondere platen. Dus als je er eentje wilt, dan is dit dus een bijzonder. En morgenavond bij Passenger. Ja. Leuk, lijkt me dat. Uitverkochte Heineken Music Hall. Is dat jouw genre? Een beetje wel, hè? Beetje, ja, eigenlijk wel. Ik vind het in ieder geval heel leuk om daar te zijn. Wat ga je spelen? Good Night New Orleans. Good Night New Orleans, yes! Sell me trouble in all forms and structures, seduce and sedate me. Good night to New Orleans. In the morning we meet at the train track, squishing quarters. And lady, let's move. Let's move in the noon. That one day you would dance for me. Look at you go. Oh, oh.